Vandaag zitten Justin en ik opgesloten in deze mega villager-gevangenis. En we moeten zo snel mogelijk ontsnappen. Goed, Justin, ben je er klaar voor? Wat zie je eruit? Waarom ben je Peach? Dat zei je, dat moest. Nee, ik zei trek je mooiste kleding aan. Ik bedoelde niet trek je mooiste jurk aan. Ja, maar ik vind dit mooi. Ja, je moet wel zeggen, je ziet er wel goed uit. Hey, ja, aan jou ook de eer om op de startknop te klikken. Dan begint ons geweldige avontuur. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik neem aanloopjes. Spannend. Met een aanloop op een knop. Wel echt facepalmen, dat is je hoofd. Is niet gelukt, hè? Nee. Zou ik klikken anders gewoon? Ja, maar klik dan, maar er gebeurde niks. Ik klik wel gewoon eventjes. Oeh, daar gaan we, Justin. Het wordt allemaal donker. Ik ben doof. Waar zijn we? We zijn in een zwarte ruimte, Justin. We worden geteleporteerd. Oh, we hebben een grote fout gemaakt, Justin. Oh, nee. Jeetje. Jij hebt op de knop gedrukt, nee. Ik en niet. Ja, nee, jij zei dat ik op de knop moest drukken. Oh god, ik schrik me helemaal kapot. Max, waar ben jij? Oh jee. Justin? Max! Justin, waar ben je? Max, waar ben je? Justin, hier! Links! Oh, hey! Hey, we zitten in de gevangenis, jongen, allebei. Gezellig. Ja, nee, leuk dat we op z'n minst naast elkaar zitten nog, hé. Ja. Jeetje, wat een gevangenis. Wat een mooi uitzicht. Welke kleur zitten we? Ik ben grijs. Welke kleur ben jij? Jij bent donkergrijs, ik ben lichtgrijs. Ik heb iemand. Heb jij ook iemand? Nee, ik ben helemaal alleen. Waarom heb jij nou weer iemand? Hij heeft iets nodig. Victor heeft dingen nodig. Wat heeft hij nodig? Ja, iets. Maar kan je zien wat hij nodig heeft? Kan je zien als je op hem klikt wat hij nodig heeft? Nee, ik ga kijken. Oh ja, hij heeft... voor bone meal kunnen we porkchop krijgen. Voor cooked porkchop een diamond pickaxe. Een netherite pickaxe krijg je een rusty dagger. Een rusty dagger, Ja, en voor een dropje of bloed krijgen we twee levers. Dus een beetje bloed. Ik heb allemaal dingen gevonden. Oh, sorry, jij bent nog niet klaar, of wel? Ja, nee, wel. Oh, ik heb allemaal dingen gevonden. Hier, als in een barrel met van alles en nog wat. Ik ga kijken wat... Zoek jij ook even jouw hele kamer door? Kijk voor allemaal bepaalde items. Vergeet die trapdoors niet die hier allemaal langs de muur zitten. Laten we kijken wat voor items ik heb spulletjes. Jij hebt ook spulletjes hier. Ja. Kijk, jij moet er denk ik het meest mee. Ja, ik kan hier misschien ook een beetje craften. Ik heb geen crafting table hier. Echt niet? Nee, ik heb wel een pumpkin pie. Hoeveel planken heb jij dan? Eén. Ik ook één. En dan kunnen we er iets mee maken. Oh, ik heb een geheime doorgang. Heb je een doorgang? Ja. Ga erin. Groetjes. Neem je vrijheid, Justin. Laat mij... Oh, hij is al weg. Ja, ik ben al weg. Oh, en press je play. Misschien gebeurt er iets bij jou. Doe het. Ja. Wacht. Nog een keer. Nog een keer. Komt-ie. Ja. Ja. Ja? Ja, ik heb flint en steel. Lekker. En die kunnen we op een kampvuur gebruiken. Heb jij een kampvuur aan jouw kant? Ik kruip even terug. Hey, ben ik weer. Hey. Kampvuur. Nee. Oh, geen kampvuur. Ik heb hier nog een barrel. Oh, nog meer plankjes. Je hebt geen kampvuur nergens. Nee. Ik kan deze namelijk gebruiken op een kampvuur, staat er. Ik heb geen kampvuur. Oké, dan moeten we die denk ik eventjes... Oh, hier komt die. Boom. Ik heb hem gebruikt. Is er bij jou iets gebeurd? Nu ik die gebruikt heb? Dat weet ik niet, maar ik zie iets. Wacht even. Ja, een barrel. Oh, ik heb netherite scrap. Oké, die heb ik ook. Oké, fancy. Oké, ik denk dat we dan alles wel hebben verzameld wat er te verzamelen valt. Dat als ik het zo zie. Hoeveel planken heb jij nu? 1, nog steeds. Jij? Ik heb er 2, dus we moeten eigenlijk nog 1 plank. Dan kunnen we een crafting table maken. Dan kunnen we een crafting table inderdaad. Kijk wat ik hier heb. Oh, een crafting table, hé, jeetje. Oké, wat kan jij geven? Noem eens de dingen die jij kan ruilen met hem nog een keer. Oh, met onze Victor. Victor heeft een aantal dingen nodig en wij hebben dingen verzameld. Dus wie weet kunnen we een deal met hem sluiten. Bowmeal kunnen we voor hem ruilen? Ja, hebben we niet. Kunnen we ook niet krijgen nu. Cooked sportshop. Oké, heb ik ook niks. Netherite pickaxe. We kunnen netherite pickaxe maken. Ik heb namelijk 14 golden nuggets. Ik heb 15. Ik heb 2 scraps. Oké, geef mij die... jij moet die trouwens craften dan. Nee, eerst moet dit gesmolten worden. Toch? Dit. Scraps. Oh nee, dat hoeft niet. Maak maar netherite hiervan. Ik maak netherite. Jij kan netherite maken. Jij hebt de crafting table. Komt helemaal voor hoe. Die bewakers daar ook trouwens. We zitten gewoon in een zieke gevangenis hier, hé. Hey, niet te Jeetje. Niet hard zeggen. Oh, sorry. Voor ze boos. Wat? Dat ik zeg dat ik in de gevangenis zit. We zitten in de gevangenis. Ja, dat doe ik. Oh, ik denk al. Voor een keer muziek. Ik heb het kampvuur aangezet, maar ik weet alleen niet waarom dat moest. Kan ik dood? Nee, ik kan niet dood. Hoeveel gold heb jij? Ik moet nog gold hebben. Hoeveel gold heb je nog nodig? Ik heb nog 6 golden nuggets nodig.
En er is niks veranderd bij jou sinds ik dat kampvuurtje heb aangezet. Je zou zeggen dat er iets veranderd moet zijn. Ja, hè? Maar wat? Zit er achter jouw bed? Bij mij zit achter mijn bed zat een hopper. Zit die bij jou ook? Onder me, achter mijn bed. Nee, daar zit een barrel. Kan je nog eens naar die pressure plate toe? Misschien is daar wat veranderd. Ik ga nog even lekker kruipen. Ah, momentos, hè? Goedjes. Ja, neem je tijd. Neem je tijd. Ik ga weer, komt-ie. Oké, wacht. Doe eens even een observatie. Nee, er is letterlijk alleen die ene barrel hier. Die heb ik al helemaal geleegd. Ja? Ik ga weer weg, hoor. Ik kan er weer af. Ja, kan weer. Ja, want ik heb iets te weinig. Je hebt nergens nuggets. Ik heb nergens nog nuggets, nee. Je kan op die muziek klikken. Ik heb mijn kampvuur aangezet. Oh! Hey! Ja! Ik deed hier plafond en hendels. Oh! Wat deed dat? Ja, nog een keer. Ga ik nog een keer, hè? Probeer. Ja. Oh, kan je het nog eens doen? Oh, ja, wacht nog eens. Ja, ik zie het. Ja? Er zit goud in! En nog een plank! En er zat goud in! Nee, joh, dan ga ik mijn hendels ook even overhalen. Ja, maar krijg jij van mij de plankjes? Kan jij een eigen crafting table maken misschien? Ja, ik bewaar ze nog even. Misschien is dat niet nodig. Ja, dat is waar. Ik bewaar ze eventjes netjes hier op deze manier in mijn inventory. In de inventaris, Justin. De inventaris. Ik heb een netherite ingot. Oké, kom maar, geef die maar aan mij. Maar die kon je met hem ruilen, toch? Nee, een netherite pickaxe. Oh, wacht, mag ik die netherite is? Want ik heb daar een netherite blok. Misschien moet ik deze erop droppen. Kijk, ik heb hier namelijk een netherite blok in de hoek zitten. Als ik die er nou op drop? Ik dacht echt dat dit het zou zijn. Ik dacht echt, dit is het. We hebben de code gekraakt, we zijn ontsnapt. Einde video. maar nee, hoor. Oké. Okay. Kan je niks met die netherite pickaxe? Want je kan hem ruilen met hem. En wat krijg je er dan nou voor? Ja, een rusty dagger. Maar die wat nog meer? Dat is het. Maar, dingen dus. Ja. Wat ik hier wel zie... Ja. Ik heb hier een composter. Ja. Maar ik moet nog iets van een zaadje hebben. Heb jij nog iets? Oh, wacht. Pumpkin pie. Hier. Ja. Pumpkin pie. Maar dan krijg ik een boommeel. Heb je boommeel? Ja. Ja. Je hebt een boommeel. Dan kan ik ruilen. Heb jij een oven? Ik heb, nee, ik heb geen oven. Want ik heb nu een rapportshop. Ja, ik heb een kampvuur die ik aan heb gezet, Justin. Ik snap het. Ik snap het. Ik heb een kampvuur. Daar was dat kampvuur voor. Die stop ik erop. Dan wachten we er. Ik snapte dat kampvuur al niet. Jeetje, wat een hype, hé. Hey, goed, helemaal opgehyped hier gewoon. Oh, dan hebben we een diamond pickaxe en daarmee kunnen we cobblestone breken. Heb jij cobblestone? Ik heb, wacht even hoor, tot het vlees klaar is. Ik zie cobblestone. Dat weet ik. Ik heb geen cobblestone. Misschien dat ik dat nog niet goed gezien heb, maar... Ik zit ook even te googelen. Volgens mij heb ik geen cobblestone. Kobbelsteen. Nee? Nee. Jeetje, waarom duurt dat zo lang op een... Oh, hij is klaar. Hier, koekpoortje is voor jou. Ja, lekker. Wat een samenwerking, hè. Nee, goed, hè. Die hebben niks door. Die bewakers hebben niks door. Die zijn niet zo slim. Oké, nu heb ik een diamond pickaxe waar ik mee cobblestone kan breken. Zit dat niet in die gang van jou, die geheime gang? Oeh, dat is een goeie. Oh, ik heb... Nee, dit is geen cobblestone. Nee, dit is geen cobblestone. Nee, hier is helemaal niks. Kobbel. Waar hebben wij cobblestone, Max? Ja, ik zit te kijken, maar... Hmm. Ook niet achter die trapdoors bij jou misschien? Kan jij nog één keer die ding overhalen? Die pressure plate? Want ik heb misschien dat er cobblestone zit. Dat ik dat toen niet opviel, maar nu wel. Dat zou kunnen. Ja, toch? Ik kruip erin, ben er. Komt-ie? Nee. Geen cobblestone. Weet je zeker dat er cobblestone staat? Er staat... can break cobblestone. Can break cobblestone. Maar geef hem eens hier aan mij. Ga jij maar eens even lekker puzzelen. Dan ga ik even kijken of ik iets kan zien. Inderdaad, cobblestone. Ja. Ja, je hebt cobblestone. Waar? Daar. Ik ben blind, Justin. Ja, ik zie ik ben blind. Wat dachten we ervan? Hoppakee. Een barrel. Netherite. Oh, een netherite upgrade, Justin. Hier, een netherite upgrade. Maar, ik had het in de crafting table. Hier, achter je, je vergeet de netherite. Oh, kan dat? Nee, dan hebben we een smitting... dinges heb je nou, een smitting table. Aha, en hoe maak je die? Maar, volgens mij maak je die met ijzer. Ja, en die heb ik. En die... Echt? Ik heb 10 nuggets. Ik heb er 8. Dat is goed. Hier. 4 planken heb ik nodig. Tjukke. Ja. Hoppakee. Lekker. Jeetje, Jussie, wat zijn we hier slim bezig met z'n tweeën, hé. Ze hebben echt niks door. Hij komt, ja. Boom. Ja. Abim. Hoppatee. Waar kan je plaatsen? Op netherite. Ja, en die heb ik weer, dus dan heb ik alle dingen nodig. Kom succes. Maar. Kom maar weer. Hoppakee. We moeten echt alles heen en weer gooien de hele tijd, hè. Dat is leuk. Dat is leuk. Hier, dan gooien we die erin, dan upgraden we deze. Dan hebben wij deze en daar kunnen we mee. Het is gewoon een... Oh, die kan je ruilen natuurlijk. Ja. En daar kreeg jij? Een dagger. Een dagger. Een dagger. Oké, daar ben ik wel heel benieuwd.
Ik ben er ook benieuwd mee. When in hand. Wat kan ik? Geen idee. Wat kan je ermee? Hij is wel stuk. Hier. Je kan er niks mee. Ah, het staat niks bij ofzo. Hé, hey, oh, dat deed jij. Wacht, kan ik de deur? De guards roepen? Misschien slapen. Misschien dat we nu de nacht over kunnen slaan ofzo? Oeh, dat is een goeie. Nee. Kom eens. Kan ik jou slaan? Ja, dan komen ze misschien. Ja, dan worden we misschien naar de ziektepost gebracht. Komt ie, dan, hè? We moeten goed erop leiden. Ja. Hé, wat een slechte jurk heeft ze aan hier, of hij. Auw! Hoppakee. Hé, hey, drop of blood krijg ik. Ah. Ja, die heb ik nodig. Obtain through a sacrifice from your close. Dus ik heb je opgeofferd. Dan heb je bloed. Ja, wel heel weinig bloed. Ja, een beetje bloed. Maar daarvoor krijgen wij 2 levers. En waar kunnen wij die op plaatsen? Op een ijzeren blokje natuurlijk. Ja! Jussie, ben je er klaar voor? Ja, ik ga hem snappen. Nee. Was gezellig. Nee. Was gezellig. Hier. Kun je er ook een? Ben je er klaar voor? Ik plaats die voor mij. Ik ook. In 3. Oh, wacht, ik heb hem al geplaatst, maar open in 3. Okay, ja, oké. Okay. 3, 2. 1. Donk! Oké, okay, shiften. Voorzichtig. Kom naar jou toe. Hey, kom maar. Kom, Justin. Kom, ik ben onderweg. Kom hierheen. Hé. Hey, Justy Pussy. Moeten we shiften, denk je? Of maakt het niet uit? Laten we gewoon kijken wat ze doen. Geen idee. We gaan kijken wat ze doen. We zijn in ieder geval uit ons celletje ontsnapt. Hey, bewakers hier. Oh! Uh-oh. Hmm. Oh, oké, okay, ze kunnen ons helpen. We moeten weer met hun ruilen, Justin. Ik heb hier Joel. Dan hebben we hier hebben we Boris. Boris. Hierachter hadden we nog iemand. Oké. Okay. Hier hebben we Garfield. Veel Garfield spulletjes wil krijgen. Garfield wil een dragon egg. Huh? Een dragon egg? Oh my days. Ja, die wil een dragon egg. Jeetje. Oké, okay, we hebben hier een furnace. We hebben hier Joel. We hebben hier... Oké, okay, laten we eerst gewoon alle cellen langs. Ja, ik ga even bij mijn buurman kijken. Die heeft natuurlijk... Ja, ik heb bij mijn overbuurman hier. Eens even kijken. Dit is test subject Jumpy Jim. Ah! Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Jumpy Jim is echt heel snel. Ik heb een echo shard. Oh my days. Oké, okay, kijk gewoon wat je allemaal kan vinden. Ja. Ik ga ook gewoon alle cellen een beetje langs kijken wat ik kan vinden. Oh, wat een cool decoratieding dit hier. Ja, is je vet? Ja, dat ziet er cool uit. Ik heb hier ook echo shards. Mmm. Konden we daar... Oh, ik heb hier weer een crafting... Oh, dat is natuurlijk dezelfde crafting. Laten we gewoon even lekker kijken wat we vinden en dan verzamelen we zo meteen wel weer in het midden. Dat vind ik een goed idee, jij. Ja, dat heb ik gewoon zelf bedacht, het idee, hè? Meen je? Ja, heb ik gewoon zelf zojuist bedacht dat we gewoon dat gaan doen. Ja, echt goed, wel hoor. Slim van mezelf. Ja, jij bent, jij bent wel slim. Ik heb nog een echo shard. Wat hebben we hier? Een groene kamer met... Wat is dit? Dit is helemaal besmet. We hebben een besmette ruimte hier. Ga jij maar in. Nee, dat kan niet. Oh. Ik heb die kant al gehad. Die kant heb ik al gehad. Gaan we naar boven? Dan ga ik wel linksboven, die rechtsboven. Nee, ik vind het goed. Oepers, je kan hier doorheen vallen. Wat hebben we hier? Hebben we nog meer loot? Ik heb alleen nog maar 2 echo shards, meer niet. Ja, ik ook. Maar die kunnen we straks, als het goed is, ruilen bij een van onze makkers. Even kijken wat hier allemaal is, hoor. Even koekeloeren, inderdaad. Gil heeft niet echt veel soeps. Ik heb hier nog een echo shard. Oh, ik heb er ook nog eens. Iemand heeft een armor stand had eentje. Gratis even niet. Zo. Dan even kijken. De paarse kamer is vet, maar dat kan ik niet. Ja? Nou, vette schilderijen. Gewoon cool, maar je kan er niet in verder. Ja. Dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer. Heb jij nog wat leuks? Ik ben hier bij de laatste blauwe kamer die dicht is en die is helemaal een beetje bevroren. Oké, ik ga naar beneden. Oké, geen fall damage, gelukkig. Ik ga kijken hoeveel we moeten ruilen met een van onze maten hier. Ik ga met je mee. En met wie dan? Met wie moesten we ruilen? Dat weet ik niet. Er zijn geen echo shards die we kunnen ruilen. Oh, ja, ik zag dit bij deze. Wat? Die kofferkompas. Kan je die maken met die echo shards? Oh, wacht, mag ik die van jou eens? Ga jij eens even lekker puzzelen. Ga ik even lekker puzzelen. Je had alle kamers gehad, hè? Waar is de crafting table? Die is in jouw, jij hebt een crafting table, hè? Ja. Hier. Want ja, we moeten heel veel... Hier hebben we ook een oven. Maar die had jij ook, hè? Oh nee, we hebben hier ook een oven, dat wist je al, toch? Onder de trap. Ja, die bedoelde ik, Maar wat kunnen we met die echo shards? Hoe maak je zo'n ding dan? Zo'n kompas? Wat? Dat weet ik niet. Aha, we hebben nog 3 van die dingen nodig. Oh nee. Nee. 2 van die dingen nodig. Van die echo shards. 2 echo shards, ja. En een normaal kompas. En een normaal kompas en een echo shard. Ja, en een normaal kompas hebben we redstone nodig en 4 iron ingots. En dan maak je zo'n kompas. Oh, voor redstone kompas bedoel je, hebben we redstone nodig en 4 iron ingots. Ja, of we kunnen die gewoon met geluk vinden. Hé, hier loopt er één. Wat? Je loopt wat? Oh, nu loopt hier iemand in. Kunnen we die misschien lokken? Nee, die is heel snel. Die is echt heel... Daar schrok ik dus me net helemaal kapot van. Ja. Je kijkt... Hij is echt heel snel. Oh my days, ouwe. Hij is super snel. Ja, ik heb overal voor mijn gevoel gekeken. Ik ga nou eens even boven kijken. Ik
kijk nu jouw kant. Dan kijk jij mijn kant. Dan hebben we een beetje eerlijk verdeeld. Nou, is goed hoor. Ja. Het Victor kunnen we niet meer ruilen. Die is helemaal klaar. Ja, die heeft er geen zin meer in. Nee. Heb jij nog tools bij je? Nee, ik heb helemaal niks. Ik heb één gold nugget. Dat is het enige wat ik heb. Ik heb hier een secret flower. Een secret? Oh. En dan... oh, dat is één van de 8 bloemen die je blijkbaar kan vinden. Maar, oh, wat? Ben ik dom. Wat? Wat is er? Ik heb natuurlijk een gold nugget en die kan je krijgen. En dan kan ik een lab puzzle key krijgen. Huh? Oké. Okay. Kijk bij deze man. Oh, joh, hé, jeetje. Wij maar zoeken naar niks, hè, joh. Hier, ruzie. Ruzie zoeken. Hier, heb je met hem geruild? Ja, ik heb een... kan geplaatst voor light blue concrete. Dat is deze hier. Huh? Is dat die daar? Dat is... oh, hierboven. Hierboven. Dat is de bevroren kamer, is dat. Dat is deze hier. Ah, ik heb trouwens 1 van de 8 verborgen bloemen gevonden. Er zijn blijkbaar 8 verborgen bloemen die we kunnen vinden. Oh, een easter eggs. Allemaal kleine easter eggs inderdaad. Zie je, kijk zo. Ben je er klaar voor? 1, 2, boom, Justin. Wat gaan we hier vinden? Wat is powdered snow? Pas op, dat kan dingen... oh. Dit is nep. Ga je maar doorgaan. Dit is nep. Oh, waar gaat dit helemaal heen? Wat is dit? Oh, dat is de pistoolkamer natuurlijk. Parcours. Huh? Maar iemand moet dus... oh nee, dit gaat echt een hel worden, Justin. Oh. Dit gaat echt een hel worden. Komt-ie. Ik ga rondjes rennen, zoals dit, want dat is blijkbaar hoe het moet. Komt-ie. 3, 2, 1. Ja. Rood. Groen. Oh, ik moet doorrennen. Huh? Nee! Blauw. Oké. Wacht. Dit komt goed, Komt-ie. Ja? Rood, groen, blauw, geel. Rood, groen, blauw, geel, rood. Ja, oké. Okay. Stop. Komt-ie. Nu is het groen, rood. Nu is het andersom. Komt-ie. Ja. Ah, hoppakee, nu. Go. Ja! Ja, lekker! Ik heb ook een knop... oh, er is hier een doorgang. Oké, ja, nu andersom. Nu is het jouw beurt. Succes, hij ziet er ingewikkelder uit. Ik spring wel gewoon. Rood, blauw. Het is een volgorde. Nee. Zie je? Jawel, het zit een volgorde in. Nee. Je moet gewoon in één keer doorrennen, is het? Jawel, het is. Oh jawel, ja, komt-ie. Waarschijnlijk moet je nu zoals die rennen. Komt-ie, hè? Zo, kijk. Zo, toenk, toenk, toenk. Toenk, toenk, toenk. Oh, zo moet je rennen. Nee, komt ie, hè? Dat was hem ook gewoon nog, hè? Ja, go. Je kan het, Justin. Je kan het. Je kan het. Ja, ja. Kom op. Justin, je... oh, je vergat bijna rood. Dat scheelde heel weinig. Oké, okay, nu rood, blauw, groen. Okay. Ja, die is makkelijk. Rood, blauw, groen, geel. Ja, maar dan rood, moet ik weer naar blauw. Oh, en daarna weer naar blauw. Dus dan ren je door naar blauw en dan weer groen en dan geel. Je maakt op het eindje maak je een rondje op het einde. Oké, rood, blauw, groen, geel, blauw. Oké, komt-ie, hè? 3, 2, 1, go. Komt-ie. Is rood, inderdaad. Ja. 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 Oké, we zijn er bijna. Yes. Nu groen. Groen. Blauw. Ja. Oranje. Paars. Rood. Ja, en rood kan ik op stilstaan. Maar ga eens over rood. Ik wil kijken wat er met het glas gebeurt. Oh, shit. Is het glas staan? Komt-ie, hè? Ja, even kijken wat er met dat glas gebeurt. Oh, dat gaat weg! Oh, dus rood moet je niet doen! Je moet rood overslaan, dat is een valstrik, oké? Okay? Een valstrik, oké. Okay. Dus het is groen, blauw, oranje, paars, blauw. Ja. Heb je hem in je hoofd? Groen, blauw, ja, oranje, groen, blauw. Paars, blauw. Ja, groen, ja, blauw, dus oranje, paars, blauw. Om rood heen rennen. Ja, oké. Okay. Komt-ie, hè? Go! Ja, drie, go, go, je kan het. Komt-ie. Ja. Oh. Ja, go. Ja! Oké, nou, door naar de volgende ruimte. Nu mag ik kijken springen. Oh, god, dit is echt een hele lange just in dit. Oh, nee. Komt hier rood, blauw. Rood, blauw, grijs. Rood, blauw, lichtgrijs. Waar is die? Dus rood, blauw, lichtgrijs. Huh? Dan... Nee, andere blauw. Oh, maar deze, oké. Rood, deze blauw, lichtgrijs, deze blauw, paars, en dan weer lichtgrijs, en dan weer donkergrijs. Ja. Oh, maar oké, we gaan het dan gewoon op de gok proberen. Komt-ie. Okay. Poging 1, wacht even. Komt-ie. Go, dan gaan we die. Nee! Ja, nee! Ik vergat die blauw. Ik zag het al. Oké, komt-ie. Nog een keer, komt-ie. Rood, lichtblauw, lichtgrijs, blauw, paars, nog een keer blauw,
Nog een keer lichtgrijs en donkergrijs. Ik vergat hem, sorry. Nee! Ik vergat hem. Oh, oké. Okay. Deze gaat alle kanten op, Justin. Ja, klopt. Komt-ie. Rood, lichtblauw. Ja. Lichtgrijs. Ja. Blauw. Ja. Paars. Ja. Weer blauw. Ja. Weer lichtgrijs. Ja. Dan rood en donkergrijs. Nee, andersom. Om. Ja. Oh! Oh, ja, blauw! Oh, ja, nee! Ik dacht dat we het niet hadden. Ik kan hier blijkbaar achterlangs. Dat had ik niet door. Ik kan er achterlangs. Oké. We kunnen het. Komt-ie. Goed, klaar hè? Voor. Ja. Rood, lichtblauw, lichtgrijs. Deze kleur blauw. Die. Dan weer blauw. Dan weer die. Dan donkergrijs. Dan rood. Dan weer blauw. Oh, wat gebeurde er? Ja, ik sprong mis. Oh mijn god, ik had hem echt goed volgens mij. Ja, ging komt-ie, goed. Komt-ie. Dat is hem nog niet. Komt-ie. Rood. Lichtblauw, grijs, andere kleur blauw, paars, lichtblauw, grijs, donkergrijs, rood, deze kleur blauw, deze kleur paars, deze kleur blauw, en tot slot lichtgrijs. Oh mijn god, wat zin. Ja! Okay. Checkpoint. Plekje nummer 1. Ja, een soort checkpoint. Ja, het is echt een checkpoint. Ja? Oh, nice. Oh, jij hebt een ladder gecreëerd. Oké. Oh. Grijs, zwart, rood, grijs, blauw. Grijs, rood, paars, cyan. Jezus. Rood moet je dan weer overslaan. Ja, oh my god. Oké, komt-ie. We gaan hem gewoon proberen. Ja. Komt-ie. Die blauwe nog grijs, rood. Oké, komt-ie. Deze. Oh, wat deed ik fout? Grijs. Oh mijn god, ik weet niet eens waar ik mee bezig ben. Ik ben voor echt een onmogelijke puzzel hier aan het doen. Jee. Ik dacht dat we in een gevangenis zaten, Justin. Ja, dacht ik ook. Ik dacht dat we in een gevangenis zaten. Oké, komt-ie. Even kijken. Die. Dus ga ik zo. Dan ga ik hierheen. Oh, ik deed de verkeerde blauw, volgens mij. Dat was het. Nee, het blauw was dan ook lichtgrijs, goed. Dan rood. Lichtgrijs, had je vergeten. En vanaf rood moet ik heel random... Naar paars en dan naar saaien. Ja, maar dan vraag ik me af. Moet ik er dan omheen rennen of moet ik dan gewoon door die blauwe heen rennen? Nee. Ik neem al door die... Nee, want dan gaat die blauwe weer weg. Ja, ik moet dus door die blauwe heen rennen. Ja, of omheen. Ik ga er omheen, komt-ie. 3, 2, 1. Die, rood. En dan blauw. En dan na blauw is het weer lichtgrijs. Ik was er te laat mee waarschijnlijk. Ja. Oké, die fout maakte ik net dus ook. Ja, maar niet uit. Oké, na die blauw is ze terug naar grijs. Oké, komt-ie. Wacht. Wat fijn dat we een checkpoint hebben. Ja, heel chill. Dat is verdrietig geweest. Oké, komt-ie. Go, die. Deze. Dan eromheen. Nee! Wat gebeurde er? Rood was alweer weg. Ik moet echt heel snel zijn. Oh, mijn god. Oké. Ik denk wel goed nu. Ik ging volgens mij goed. Ik ging tot de rood goed. Dan is het naar die. En dan moet ik eromheen. En dan moet ik die blauwe doen. En van die blauwe is het om rood heen naar de grijze. Ik denk dat ik die dan toch andersom ga doen. Ik denk dat ik die, zie die paars en die blauwe daar? Ja. Ik denk dat ik eerst blauw doe en dan paars, omdat ik het anders niet red. Hetzelfde voor... Eerst blauw en dan paars, maar dan haal ik het dan niet. Jawel, we gaan het proberen. Komt-ie. Oké, let's go. 3, 2, 1. Lichtgrijs, donkergrijs, rood, lichtblauw, lichtgrijs, donkergrijs, rood. Nee, rood. Rood moet je dan hebben. Rood. Wat? Ja, gaat goed zijn. Ja, gaat goed. Ga maar door. Ja. Ga maar door, rood ga niet. Door. Ja. Ga maar door. Ja. Go. Ja. Go. Nee! Geen paars, nee! Oh, we waren zo dichtbij. Dat is zo'n moeilijke puzzel dit. Jeetje. Zo timing kost het. Ja, het is echt verschrikkelijk. Je zei de kleuren verkeerd, dus dan ben ik verwaard. Ja, ik zeg gewoon die telkens. Komt die. Die, ja, deze, zus, zo, japie, bapie, bopie, deze. Nee! Rood, deze. Wat gebeurde er? Ja, die rood die verdween weer en toen kwam je direct weer terug. Oh. Omdat die andere hem dan weghaalt, maar toen ging je er weer overheen en toen kwam je weer terug. Jij hebt best wel wat tijd. Ik denk dat je misschien te snel wilt dan. Ik ga te Komt snel, in. Denk ik. Beppie, Kokkie, Popie, Jopie, Knapie, Bapie, Dapie, Sussie, Zoe, Zippie, Zappie, Zapie, Zopie, Nee! Ging het net niet? Nee. Ik deed hem in één keer goed, hè? Ik zag het patroontje gaan. Ik deed hem goed. Ja, ik sprong door de zwarte heen. Oké. Oké, komt-ie. Nog een keer. Deze.
Deze en deze. Oh mijn god, komt-ie. Nee! Jesse, je moet springen! Waarom sprong je niet? Ja, ik was er niet! Ja, maar je moet wel vertrouwen op mij! Je moet vertrouwen op mij dat ik op tijd was! Oh, sorry. Oh, oké. Okay. Ik weet hem letterlijk uit mijn hoofd, de route. Ik hoef niet eens weer te kijken, ik weet gewoon letterlijk de route uit mijn hoofd hoe ik moet lopen. Dan komt hij. Okay, 3, 2, 1, ik ga zo, dan ga ik zo. En nu switchen we naar Justin's POV. En dan gaat Justin zo. Wow, Justin, dat doe je goed, hè? Ja, goed, hè? Jeetje, ja. Ik vind het eng. Oh, Justin, vertrouw op mij, vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Gewoon gaan, gewoon gaan. Gewoon springen, springen, springen. Oh, oh, ja! Ja! Oké! Oh, ik heb kool. Kan gebruikt worden om te smelten. Ik heb een emerald en een jungle puzzle. Oh, nee. Weer een puzzelkey. Maar er is verder niks daar. Nee. Nee. Oké, nou top. Springen we naar beneden dan. We hebben hem. We hebben hem. Jeetje. Wil je mijn route zien hoe ik hem moest doen? Ja. Ik moest lekker op, ja. Het was dit. Ging hierheen, dan ging hierheen, dan ging hierheen, dan ging hierheen, dan ging hierheen. Nee, dat is niet waar trouwens. Ik ben verkeerd. Laat maar, kom maar. Het maakt allemaal niet uit. Ik had echt een hele route in mijn hoofd. En nu we klaar zijn, ben ik hem gelijk vergeten. Nee, beter. Is ook helemaal niet nuttig. Oh mijn god, we hebben hem. Jeetje. Allemaal. De ijsruimte. Laten we gelijk even kijken, want we hebben hier niet eens voor de rest Klopt. Alle andere dingen bekeken. Oh, er zitten hier allemaal kinderen vast. Ja. Zijn kindjes? Ja. Er zitten kinderen vast. Wat sneu. Wat is dit nou? Ah, niet ons probleem, joh. Nee, klopt. Dat gebeurt er met de kinderen die niet naar mijn YouTube-kanaal kijken. Die zitten vast, zoals dat. En vooral mensen die niet abonneren. Wel dat, inderdaad. Kan je hier nog parcouren ergens overheen? Ik denk dat het ging om die ene puzzel die we gedaan hebben. Ja, dat denk ik ook. Jeetje, wat kunnen we er nu mee? Ja, we kunnen een jungle puzzle key doen. Can we place on purple concrete? Ja, maar laten we eens even kijken wat we met de spullen kunnen die we er nog meer hebben gekregen. Ik heb een emerald. Hey, dan kan je er voor buckets. Ga jij maar kopen. Ik ga even met Joel ruilen hier. Joel, komt-ie. Die is voor jou. Dan krijg ik buckets van je. En met de buckets kunnen we niks. Ja, water. Water en lava. Oké, ik geef jou er eentje. Ja. En die andere is voor mij. En dan kijken we even of we water of lava kunnen vinden. Ik weet waar ik water kan vinden. Dat is bij de puzzel van net. Ik moest even over water heen springen. Maar lava heb ik niet gezien. De lava hebben we nog niet gezien, hè? Nee. Ik ga even snel wat water halen hier. Wat reden we dat we ineens een echt mega puzzel moesten. Dat was wel heel leuk. Ik vond het echt een leuke puzzel, dit. Dat was wel mega, ja. Ja, dat was wel heel groot. Oké, water. Oh, dat kan. Nee, dat is niet dit water. Oh, ik dacht al, heel makkelijk opgelost misschien. Maar het was niet dit water. Ander water. Ander water, denk ik. Had jij water in je cel misschien, in een cauldron of zo? Ik denk het niet, maar ik ga even kieken. Ik kiek wel hem. Ik denk dat we het namelijk uit een cauldron moeten halen. Nee, hier niet. Ja, jij ook niet? Weet ik niet. Kijk jij gelijk maar even. Ik ben hierboven kijken. Oh, bang. Nee. Noppers. Nee. Alright. Nou, dan is het denk ik... Hoezo heb jij hier ook een roze blokje? Een roze blokje? Ja, in de hoek van jouw basis. Dat is zeg maar het blokje dat schoof als jij op die pressure plate ging. Ah, oké. Dat was dat roze blokje dat heen en weer schoof. Hé, Justin, dan weet ik het al. Kom maar. En die hoppen, wat moest je daarin gooien? Nee, niks. Daar zat wat in. Daar zat wat in. Ja, je zit mijn cel een beetje helemaal te beoordelen, af te vragen. Maar ik weet wel wat ik aan het doen was, Justin. Ik heb jou helpen ontsnappen. Ja, dat klopt. Ik jou ook. We hebben het samen gedaan. Maar we zijn nog niet ontsnappen. We zijn nog hartstikke druk bezig. Maar weet je wat het is, Justin? Yeah. Dat komt in de volgende aflevering. Super vet. Super spannend. Ik ga naar bed. Goed jongens, wat er in de andere afleveringen gaat gebeuren, moet jullie even geduldig voor afwachten. Tenzij je dit natuurlijk kijkt zodra deel 2 al online staat. En misschien is er wel een deel 3, dus ik weet niet hoe lang deze serie gaat zijn. Deel 4, hè, dat kan ook. Misschien zijn het wel 4 delen. Wie weet gaat het wel heel lang duren voordat wij een keer ontsnapt zijn uit deze gevangenis. Maar vond je dit nou een leuke video en wil je heel graag deel 2 zien? Abonneer zeker dan even. En kijk voor nu even lekker deze video of deze video. Je mag zelf kiezen. Deze is van mijn kanaal, deze is van Justin's kanaal. Oh. Kijk zeker even en dan nu. Spreek je later. Glaasje maat. Tot de volgende keer.